Hallo en helemaal geweldig dat je kijkt naar Loco vs. World. En vandaag spelen we Raid Black Ops 2. Ja, een oude game. Uit die oude bekende doos. Jongens, voor we beginnen wil ik even één ding zeggen. We hebben 5 minuten, misschien 6 minuten, om alle drie onderwerpen die ik wil bespreken te bespreken. Dus ik begin met Twitter. Als jullie Twitter hebben, volg allemaal Loco vs. World NL. En dat is mijn Twitter-account. En dan kunnen we daar lekker socializen met z'n allen. Daarnaast wil ik iets zeggen over Call of Duty Ghosts. En de betrekkingen op Black Ops 2. Zoals je hier ziet. Jongens, moet je goed opletten op wat ik allemaal doe. Hier. Dit is niet zoals ik vroeger speelde met Black Ops 2. Maar dankzij Call of Duty Ghosts. Ik bak er echt niks van, hè, met Call of Duty Ghosts. Maar dankzij Call of Duty Ghosts respecteer ik Black Ops meer en meer. En waarom komt dat? Dat komt omdat je meer op je minimap kijkt. Kijk linksboven, ik zie daar een gast. Hij is net dood, maar ik had hem wel in de gaten. En deze gast ook. Nee, dat kan niet. Deze gast was onzichtbaar. Maar ik was wel gefocust op dat gebied. Dat komt allemaal door Call of Duty Ghosts. En dat is wat je wil. Zo moet je eigenlijk Call of Duty spelen. Het is gewoon lekker, relaxed spelen. En hiervoor had je eigenlijk, je speelde het spel. En je dacht dat je het goed deed. Maar je rende alleen maar naar de tegenstander toe. Kijk hier. Yep. Ik wist dat hij er zat. Ik wist dat hij er zat. Ik zag hem gewoon. Maar dat doe je automatisch van het leren uit Call of Duty Ghosts. Het is echt ongelooflijk wat je allemaal in die game opsteekt. Ik vind het ook geen slechte game, ik ben er alleen niet goed in. En nu we toch op het onderwerp zijn, misschien is het ook wel leuk om een community ding te doen. Waarom maken we geen serie van help Loco de Winter door? Help hem Call of Duty Ghosts leren spelen. Dan gaan we met z'n allen gaan we spelen en dan gaan we gewoon kijken wat we kunnen verbeteren aan mijn gameplay. Ik weet dat ik heel erg slecht ben in Call of Duty Ghost. Dat is ook de hoofdreden waarom ik sinds Black Ops 2, sinds de release van Call of Duty Ghost, eigenlijk helemaal geen Call of Duty meer gespeeld heb op mijn channel. En hiervoor speelde ik het met grote regelmaat. En dan komt er nog iets anders. Iets heel speciaals. En dat is iets wat mij is overkomen nog niet eens zo lang geleden. Ik zit bij een van mijn favoriete YouTubers op zijn kanaal te kijken. En die favoriete YouTuber is dus Dennis. Hij is nog niet eens zo oud. Ik denk dat ik twee keer, drie keer in dat hij, zijn leeftijd drie keer in mijn in de mijne past. Ik ben vrij oud. Ik ben 31 jaar. Ja, dat hadden jullie de meeste mij niet gegeven, denk ik. En dankjewel daarvoor, want ik hoor dat compliment elke dag. De meeste denken dat ik 19 jaar oud ben, maar ik ben 31, toch echt. En jongens, ik had het inderdaad moeilijk, maar ik heb niet gevraagd om replay of te kijken naar mijn channel. Wat Dennis ook zei, want ik wou gewoon lekker socializen. En misschien dat hij eens een keertje, als hij eens een keer wat van mij zag, dat hij wat retweet of zo. Eerlijk gezegd, hè? Dat is gewoon helemaal 100% eerlijk. En dat, ja, zo werkt social media. En nou heb ik een heleboel gasten die overkomen van Dennis. En Dennis met Dennis zijn ways. Hij is echt uniek. En ik heb nog nooit een YouTuber meegemaakt die gewoon verhalen vertelt. Over een Call of Duty gameplay. Waarom zou je dit doen? Dacht ik eerst. Maar ik bedoel, het kan. En ik heb er altijd van genoten. Elke keer. En Dennis, jij zei dat ik je nog niet zo lang kon. Dat is ook zo. Maar de eerste video die ik van jou heb gekeken was over de begrafenis van jouw opa. Dus dat is al een aantal weekjes terug. En ja, sindsdien heb ik meer en meer respect voor jou gekregen. En dat was ook een van de redenen waarom ik jou als eerste had toegevoegd op mijn YouTube kanaal. Of op mijn YouTube kanaal, dat wou ik helemaal niet zeggen. Ik bedoel Twitter natuurlijk. Ik wil kijken wat jij aan het doen was, wanneer je weer nieuwe video's releasde. Ik wou gewoon kijken
Weet je, gewoon lekker kijken of ik jou kon bereiken. Jij bleek heel open te zijn. En dat is voor mij, ja, dat is iets wat ik graag wil voor alle YouTubers. Ik ben zelf ook heel open. Mensen kunnen mij gewoon bereiken, gewoon, daarom zeg ik ook. Allemaal. LocalVersusWorld.nl, stuur een berichtje. Of retweet mijn post. Doe. Weet je wel, dan zijn we er gewoon voor elkaar. En dan kunnen we gewoon een leuke tijd hebben. Oh shit. Tijd is bijna op. Jongens, bedankt voor het kijken. Dennis, nogmaals, absoluut bedankt. Kijk naar deze replay. Kijk. Dit is wat ik noem een killcam. Oh shit. Jongens, bedankt voor het kijken. Binnenkort komt er nog meer. Kijk, oh, ik had er 1.8. Dat is voor mij goed. Ik ben niet zo'n hele goede Call of Duty speler, maar ik zie jullie de volgende keer weer. Dennis, bedankt. Jongens, bedankt die allemaal van Dennis overkomen. En ik zie jullie de volgende keer weer. Like en een berichtje achterlaten. En ik zie jullie de volgende keer. Bye bye.